landelijk is er natuurlijk een behoorlijke teruggang in biodiversiteit, ook in Flevoland. Ja, biodiversiteit staat eigenlijk voor soortenrijkdom, hè? Dus ook planten, maar ook insecten, maar ook bijvoorbeeld het bodemleven. Ja, en daarvan hebben we in Flevoland ook gezegd, daar moeten we nu echt stappen in maken, willen we voor toekomstige generaties die biodiversiteit weer op peil krijgen. Dus vindt u dat het aantal soorten, planten en dieren weer toe moet nemen? Maar hoe gaat u dat doen? Want dat lijkt me best wel lastig. Ja, dat is ontzettend lastig en dat kunnen we ook niet als provincie alleen of dat kun je niet als overheid alleen. Dat doe je echt samen met partners. Nou, belangrijke partners daarin zijn natuurlijk ook treinbeherende organisaties, bijvoorbeeld Flevolandschap. Maar ook juist ook de agrariërs, het agrarisch natuurbeheer. Nou, maar ook juist met de inwoners. We hebben een drietal lijnen dat we echt zeggen de biodiversiteit in de stad moeten we verbeteren. Biodiversiteit in de natuurgebieden en de biodiversiteit in het buitengebied. Bekend initiatief is het initiatief van de Vogelier. Daar zijn een aantal boeren, een zestal boeren die met elkaar ook verenigd zijn en ook met ondersteuning van het Flevolands Agrarisch Collectief, die zijn aan de slag gegaan en die zijn gaan kijken wat kunnen wij doen op ons erf, wat kunnen wij doen op ons land om die biodiversiteit ook te versterken en te verbeteren. Nou, daar hebben ze een prachtig initiatief voor genomen om dat te versterken. Nou, dat ondersteunen wij als provincie graag. Karin Perdaams, voorzitter van Stichting De Vogelier. Nou, we zitten in zo'n strook die de biodiversiteit moet versterken. Wat zien we? Want ik zie vooral een hoop gras en een hele hoop paardenbloemen. Ja, inderdaad. Nou, we hebben van de zes kan iedereen zelf kiezen wat hij op zijn stuk voor de boerderij zeg maar inzaait. En hier staan we bij Stegeman. Hier is haver gezaaid. En dit stuk, daarnaast zijn bloemen gezaaid, dat is puur en gras, dat is puur voor de biodiversiteit. Dat wordt niet geoogst, die haver willen we gaan oogsten en gaan vermarkten. Dit is een stukje voor de bijen en dat zijn inheemse grassen. En daartussen zie je natuurlijk die paardenbloemen staan. Nou, die zijn ook heel goed, want dat zijn de eerste die opkomen en daar hebben de bijen gelijk profijt van. Ik dacht dat boeren altijd een hekel hadden aan paardenbloemen. Nou, inderdaad, doorgaans is dat zo, maar met het blad kan je dus ook heel goed drogen en dan kan je er weer thee van maken. En dan niet alleen paardenbloemen, we hebben verschillende kruiden nodig om lekkere mengsels te maken. Waar een echte sommelier, zeg maar, de blends heeft gemaakt en daar op advies van hun gaan we dus die kruiden telen. We proberen het produceren van iets waardevols waar we dus wat aan kunnen verdienen, te combineren met extra inspanningen voor de bloemende bijtjes.